Ik ben ervan overtuigd dat deze album sowieso aankomende vrijdag op 1 staat. Het is je boy Chief en we zijn on air. Takeover nog steeds. Ik heb een very special guest in the building. Deze wil ik echt opgazen. Ik wil een geroffel van iedereen alsjeblieft. Gary Black in the studio. Shout naar Gary Black in the studio. Deze man heeft mijn hele album gehost en ik ben hem super dankbaar. Bro, voordat we beginnen wil ik even dat je de mensen even uitlegt hoe dat zeg maar tot stand is gekomen. Eerste instantie, de chief heeft me gecheckt, wat was het, 3 maanden, 4 maanden geleden. Ja. Met een idee van, hey, ik wil jou sowieso op het album hebben en laten we iets doen. Het was toen nog niet helemaal duidelijk voor hemzelf, denk ik. Ah, ja. Maar uiteindelijk checkte hij me misschien een maandje geleden weer. Ja. Zei van, oké, we kunnen deze datum en die datum de studio in. Ja. Even een beetje proberen te passen en uiteindelijk is het gelukt en... Ja. Hebben we even geluisterd. Heeft hij me de A-kant meegegeven. Ja. En ging thuis even nadenken. Van oké, een paar invalshoeken bedenken. Ja. Kwamen we terug, gingen we de studio in. En toen hebben we daar gezeten tot hoe laat? 5 uur? Tot 5 uur in de ochtend. Tot 5 uur in de ochtend. Misschien zelfs langer. Ja. En even fun fact. Een fun fact is eigenlijk dat mijn album totaal niet af was. Begrijp je? En ik had het gevoel dat er nog iets ontbrak. En Gary kwam soort van met een idee. En dat idee hebben we dus in het album gestopt. En dat is dus zeg maar echt een concept aanhouden. Want het album heeft 2 borden in tafel. Mm-hmm. En op het album, wanneer jij host, lijkt het alsof we aan tafel zitten. En gewoon duidelijke gesprekken hebben over mijn album. Snap je? Ja, dus dat waardeer ik sowieso. Ik vind dat heel tof. En die idee die je dan soort van naar voren hebt gebracht. Want ik wou dat al. Maar alleen wist ik niet hoe ik het moest uitbouwen. Ja, begrijp je? Ja. En daar heb je me gewoon volledig bij geholpen. Ik denk, zelfs als jij er niet was, was mijn album er nu nog steeds niet. Dus ik waardeer dat sowieso. Maar dat maakt niet uit, man. Is de energy. Is de energy. Voor je switchen, man. Kijk, maar ik wil wel een applausje voor Gary Black, man. My G. Serieus. No cap. Yeah. Je hebt net iedereen geïnterviewd. Nu gaan we jou even interviewen. Ja, bro. Wat is jouw favoriete nummer van het album, man? 2 borden in tafel samen met Stefanio. Ja. Dat is sowieso mijn favoriete track. Waarom? Persoonlijk. Het is echt super persoonlijk. Oké. Ja. Ik ga je op iets drukken. Wat is je volgende clip? Komt er nog een clip? Hoeveel clips komen er nog? Wat gaat er gebeuren? Ik zeg je eerlijk, ik wou 2 borden in tafel clippen. Helaas is daar te weinig tijd voor. En ik ben bang dat ik de energy uit de track haal. Mm-hmm. Op het moment dat ik hem ga clippen, omdat hij al uit is. Okay. Begrijp je? Maar het was wel mijn plan om het te doen. Maar gewoon schema liep gewoon een beetje vast, begrijp je? Okay. Dus op die manier. Maar volgens mij willen we die mensen wel wat doorgeven. Wat ze eigenlijk moeten doen met het album. Sowieso. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat deze album sowieso aankomende vrijdag op 1 staat. Ik hoop het. Snap ook. Je? Ik ben ervan overtuigd. Maar is het eigenlijk de bedoeling dat je niet 1 week op 1 staat? Nee, dat je 2 weken, misschien zelfs 3, 4, 5 weken op 1 blijft staan. We gaan deze mensen gewoon pushen. 2 borden, 1 tafel is nu uit. Mm-hmm. Gary Black, wat moeten de mensen doen? Wat moeten ze doen? Ik zeg, iedereen die al heeft gestreamd, stream het nog een keer. Yeah. Als je iemand kent die hem nog niet heeft gestreamd, zeg diegene stream het nog een keer. Yeah. Ja. We gaan kijken of we een challenge eraan kunnen toevoegen of zoiets. Maar het is de bedoeling dat mensen het nog een keer gaan streamen. En nog een keer gaan streamen. En mee gaan slapen, wakker worden. Alles. Het geven aan hun moeder en vader. Gewoon puur voor de motivatie van Maya gaat werken hier. Luister, 2 borden, 1 tafel. 2 borden, 1 tafel. Dames en heren, out now. Big shout naar MC DJ Gary Black. It's all about that love. Sweet energy, come on. Energy. My guy, man. Ik zweer het, man.